Hallo mensen van gekke gamers, fijn dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Ivo en ik ga wat vertellen over, ja, gewoon eventjes iets wat even kwijt moet. Gewoon even iets dat gezegd mag worden, gewoon iets dat mag gedaan mag worden. En dat is de mensen uit de buurt. Ivo, wat is daar mis mee? Niet heel veel, alleen, er is iets gebeurd. Iets naars als ik eerlijk mag zijn, iets dat niet mag. Nou, mag wel. Het is in mijn categorie dan, hè, hier thuis. Er is iets gebeurd hier, hoor. Nou, het gaat niet om mij, hè. Ik heb samen met iemand beloofd om het gaan op te nemen. En ik weet niet waarom ik zei met thuis, maar het gaat daar totaal niet over. Hoe dan ook, ik ging eens opnemen, maar die gast die was er dus niet, dus ik moest het alleen doen. En ik dacht van, yes, ik ga even opnemen. Ik ga lekker even opnemen. Lekker. Komen van die kinderen die denken van stoer te zijn. En die gillen keihard hier langs. Terwijl ze weten dat ik hier aan het opnemen ben. What's that? Dat mag niet, ze mogen dat niet weten. Nee. We hebben daarom een raam. En die raam staat open. Nou, daarom mag ik laten zien. Daar staat een raam. Zien jullie. En bij mij staat dat altijd open. Nu staat het even dicht. Maar het staat altijd open. Wat gebeurt er dan? Zij denken van, hey, kijk, ik ben cool. Ik ga even gillen. En het zijn ook sommige mensen die ik ken, hè. En dan word je gek van. En ik word ook hier, ik word ook hier gek van. Maar we zijn hier toe. Het gaat even om die kinderen. Laat me gewoon opnemen, want jullie willen graag video's. En dan gelijk gillen bij de deur. Ik woon ook niet hier alleen, hè. Mijn vader trekt me niks aan, moeder ook niet. Rick. Ik weet niet. Maar ik af en toe wel. Ik erg me af en toe wel aan. Het is nu eindelijk stil. Het is nu 20:48. Niemand is meer buiten. Heel erg chill om nu op te nemen. Dan moet ze het niet weer gaan flikken, want daar heb ik echt geen trek in. Wakker even kwijt. Het klinkt een beetje drammerig, een beetje gezeik. Ik had ook beloofd in dat de Minecraft achtergrondje zit er ook bij deze. En nog steeds wel een keer gek kwam. Dit is het. Zo. Mensen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet even geen like erop te knallen. En ik erg me alleen een beetje aan. Dat is mijn mening, hè. Maar er gebeurt nu gelukkig niks. Dus ik kan gewoon nu eventjes dooropnemen. Want ik heb nauwelijks tijd meer voor video's. Want, nou nauwelijks. Ik heb 3 dagen heb ik geen tijd meer voor video's. Woensdag, donderdag, vrijdag. Wanneer deze video online komt, ben ik al weg. Morgen, eventjes tussendoor. Komt er een reageren op. Dus komt er niet zo'n video, maar komt er een reageren op. Al eventjes wat anders. En ik hoop dat ik dan vrijdag ook nog daar iets van kan maken. Maar ik denk het niet. Oh. Ik drink eventjes wat. Want dat moet je ook gewoon blijven doen. Ik kan gewoon het laten zien, want ja. Ik heb het lepeltje ook vanaf gehad. Dus als ik dan wat ga drinken in de livestream of zo, kan ik deze gewoon doen. Ik hoop, ik weet dus niet, want ik neem alles van tevoren op. Dat ik heb geregeld met de vriend waar ik nu aan het logeren ben. Dat was mijn telefoon, dat is super irritant. Dat we gewoon, hoe kan ik het zeggen? Dat we daar ook gewoon even live gaan of zo. Maar dat zien we dan wel. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Ik zeg mee als laat als met ziens. En als er niets online komt ineens deze dagen. Dan heb ik gewoon last gehad van daarachter. Of ik had gewoon eerder moeten zijn. Meestal heb ik over de belichting, maar deze keer is het wel goed. Blijf kijken, blijf het abonneren. Later als maar tot ziens mensen. Tot morgen.